Als jij op zoek bent naar een heerlijk royale 200 in Kapper, met dit als achtertuin, dan moet je zeker blijven kijken. Snipweg, nummer 33. De woning is keurig onderhouden en ligt in een hele fijne woonomgeving. Vlakbij alle voorzieningen. Dichtbij een groot buurtwinkelcentrum, vlakbij scholen en ook het centrum en station van Apeldoorn vind je vlakbij. Ook heb je hier ruime parkeervoorziening op eigen terrein. Je kunt parkeren natuurlijk voor de garage, maar natuurlijk ook binnen. Vanuit de hal kom je in de woonkamer, dat is wel een hele fijne ruimte. Je hebt hier veel lichtinval, want de raamvlakken bevinden zich aan de zuidzijde. Ruimte genoeg voor een grote zithoek zoals je ziet. Achter in de woonkamer heb je ruimte genoeg voor een grote eettafel en je zit hier tuingericht. Dan moet je maar eens even komen kijken. Dat lijkt wel alsof je aan een park woont. Nou, de woning is ook voorzien van een moderne open keuken. Het is een hele hoogwaardige keuken, voorzien van alle gemakken die je nodig hebt. En vanuit de keuken, wat ook praktisch is, kun je hier naartoe. Een bijkeuken. Kun je wasmachine plaatsen, garderobe kwijt. En fijn is ook dat je vanuit deze bijkeuken de garage in kan. En die heeft zelfs een vliering. Vanuit de bijkeuken kun je overigens ook de tuin in, maar daar gaan we zo meteen nog even kijken. Eerst gaan we even naar boven. Ja, en ook boven ziet deze woning er gewoon heel goed onderhouden uit. En is lekker royaal, net als beneden. Je hebt hier drie slaapkamers, die zijn alle drie van een prima formaat. Gaan jullie daar maar eens even kijken. Ja, dan vinden we op deze verdieping ook nog de badkamer. En die badkamer is gewoon lekker groot. Modern, net als de keuken. Geheel betegeld. Voorzien van een dubbel wastafelmeubel. Een tweede vrijhangend wandclozet. Grote inloopdouche met een glazen deur. En je kunt hier zelfs in bad. Ja, dan hebben we nog lang niet alles gezien. Want je hebt ook nog een tweede verdieping. Die is bereikbaar via een vaste trap. Nog een kamer, aan de voorzijde. En ook die kamer is voorzien van een dakkapel. En dan gaan we nu even de tuin in. Ik heb jullie daar straks al beloofd de tuin nog even te laten zien. En dat ga ik natuurlijk nu doen. En die tuin, buiten dat die heel groot is, is ook heel fraai aangelegd. Sierbestrating, sierborders, gazon, een extra houten tuinschuur. Als je geen groene vingers hebt, ga je ze hier wel krijgen hoor. Deze woning is heerlijk royaal, ligt in een fijne woonomgeving, is goed onderhouden en heeft een prachtig perceel. Zoek jij dat? Kom je dan maar heel snel kijken.